Hallo allemaal en welkom bij Het Ruige Huis. Dit wordt aflevering 85. Het is vandaag 14 juni en Frans die komt me een paar keer helpen met het maken van windveren voor mijn tuinhuisje. En windveren zijn houten planken die aan de uiteindes van de dakranden liggen, om ervoor te zorgen dat de regen daar geen vat heeft. Dat hangt een beetje over de dakpannen heen. En ik heb ze zelf nog nooit eerder gemaakt. Ook bij het huis zijn er wel wat windveren die gerepareerd moeten worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit in zijn werk gaat. En dus heel blij dat Frans me komt helpen. Ik heb hiervoor doeklashout besteld en opgehaald. Omdat het ook zo heel mooi gaat vergrijzen in de loop van de tijd. En hier kun je al een beetje zien hoe het eruit komt te zien. Dus er zit een soort van stootbord aan de kopse kant. En daar komt met een beetje overstek een plank overheen met een hoek iets minder dan 90 graden, zodat het een beetje omlaag wijst, waardoor het die randjes mooi afdekt. En er zijn een paar opties hoe je dat doet bij de nok zelf, want daar liggen natuurlijk ook de nokpannen op. En ik heb er uiteindelijk voor gekozen om, dat kun je hier net niet zien, want de ladder zit ervoor, maar om de windveren tegen de nokpan aan te leggen en dat er later een loodslapje overheen gaat. Deze dag was het ontzettend heet. Frans die kon maar een kleine middag werken en het was later op de middag dat we dit deden, midden in de zon. Oh jongens, dit was afzien hoor. Dat vond ik tegenvallen. Een paar dagen later kon Frans gelukkig wat meer in de ochtend komen. Dus staan we wat meer in de schaduw. Hij is hier bezig met het afschaven van de bovenkant van het stootbord, moet je eigenlijk zeggen. Het boeibord heet dat volgens mij. Om ervoor te zorgen dat als de plank die daar op komt te liggen, net iets minder dan 90 graden komt te liggen. Dus het is echt timmermanswerk, zo voelt het ook. En hier kan je zien hoe we het met de nokpan voor elkaar gefabriceerd hebben. We hebben er best wel wat tijd besteed om ervoor te zorgen dat dat netjes in die pan viel, zeg maar. En nu gaat er nog een loodlapje overheen. Dit is in ieder geval al de ene kant. De andere kant komt later. Ja, en natuurlijk wil ik jullie ook heel graag laten zien hoe het met Sora gaat, onze nieuwe kat. Dus ga er even lekker voor zitten. Het gaat heel erg goed. Ze is nu een weekje bij ons in huis en echt met de dag wordt ze vrijer. En ze speelt zo ontzettend veel. Het is voor ons, iets van 18 jaar geleden dat we een jonge kat in huis hadden. Best wel weer even een omslag, moet ik zeggen, als je oude katten gewend bent. En Loki was natuurlijk ook wel vrij speels, maar dit slaat alles hoor. Ze krijgt van die gekke wilde buien. Dus ik heb het ermee naar buiten genomen en daar heeft ze de boom ontdekt. Ja, Loki die kijkt van een afstandje toe. Die moet ook nog wel een beetje wennen. Maar echt, Sora en die boom. Het is zo genieten. Het is zo heerlijk om te zien hoe ze zich ontplooit en hoe ze speelt. En wat ze allemaal ontdekt en waar ze zich mee bezighoudt. Het gaat echt heel erg goed. Het is een ontzettend leuk poesje om in huis te hebben. En ze is ook enorm lief. Waar ze is opgegroeid en geboren was in een gezin met twee hele jonge meisjes. Dochtertjes die continu met die katten en al die katten uit het nestje hebben lopen slepen. En dat merk je ook echt aan. Ze voelt zich heel erg op haar gemak bij mensen. En als je erop pakt en ze begint meteen te spinnen. Dus dat is echt fijn. Maar ja, ik moet ze natuurlijk wel langzaam laten wennen aan de andere beesten. En ze vond Raafje in het begin vooral nog heel erg eng. Omdat het een hondje was en ze heeft nooit een ander hondje gezien. Maar ook met Wurre en Loki is ze heel erg op haar hoede. En eigenlijk zijn zij ook wel op hun hoede. Dus ze zijn wel nieuwsgierig en ze willen elkaar ook wel bekijken. Maar echt directe interactie is er nog niet. Dus ik ben ze maar heel voorzichtig aan elkaar aan het laten wennen. En steeds een beetje dichter in huis, dichter bij elkaar.
En elke keer geruststellen dat alles goed is. Maar kijk nou, ze vermaakt zichzelf ook heel goed in haar eentje. Oh, dit is zo heerlijk. Dus hier zie je Wurre aan de ene kant zitten. Loki die zit rechts van het blauwe zeil. Ik hoop vooral dat Loki heel erg met haar wil gaan spelen uiteindelijk. Maar het is nog... Ja, jongens, het is pas een week. Het duurt even voordat alles aan elkaar went. Ze is echt wel nieuwsgierig, maar ook nog wel... Ja, de directe confrontatie is er nog niet echt. En dus ook de echte acceptatie is er nog niet echt. Maar het gaat echt al heel erg goed. En het is een heerlijkheid om er in huis te hebben. Ik zit al wel onder de krabben, want ze heeft wel scherpe nageltjes als ze speelt. Maar ja, dat geen enkel probleem. Ik ben zelf wel weer aan het werk gegaan, dus... Fijne ochtend op deze manier, maar ik ben ook verder gegaan aan het stoepje voor het huis, want de kermis begint weer. En normaal gesproken als de kermis komt, ja, dan moet je natuurlijk toch een beetje je erf op orde hebben, het aangezicht van je huis. Ik was hier eerder al aan begonnen, sterker nog, een week of drie geleden al, maar het is steeds zo heet geweest. En hier komt op een gegeven moment de zon op en dan is het gewoon niet te doen. Maar hier kun je zien hoe het een week of drie geleden was. Dus allemaal grassprietjes en onkruidjes die tussen die steentjes tevoorschijn komen. En nu is het zo. Nou, het gras is hier wel behoorlijk geel, maar dat is overal. En ik heb ook meteen de parkeerplaats meegenomen. Dat was echt, die stond ook onder het onkruid. En het gras stond heel erg hoog, dus dat is gedaan. Ja, en dan is het toch opeens weer tijd dat de kermis begint. En dit is echt pal naast ons huis. Dus dit heb ik vanaf de vide, de eerste verdieping, het raam gefilmd. En als ik achter in de tuin sta, midden op het gazon, dan ziet het er zo uit. Dus dichterbij kan haast niet. De kermis zelf is vrij klein, maar de danstent, of de biertent, dat gaat tot laat in de nacht door. Dus ik maak maar een bedje in de serre, dat is het verst mogelijke punt in huis van de kermis af. Het is daar wel warmer en natuurlijk kun je nou de ramen niet openzetten met de herrie, maar ook met alle beesten in huis, met Sora in huis. Ik wil niet dat ze 's nachts naar buiten gaat. Dus het is een beetje afzien. Ik heb de ventilator aan en allemaal muggenspray en nou ja, probeer maar een beetje te lezen, zodat ik zo moe ben. Met een koptelefoon op, met noise cancelling. Dat ik vanzelf in slaap val. Even goed kijken. Daar zit Sora, daar zit Loki. Dat ik even goed weet wie waar zit. Mensen, ik ben een beetje brak. Als de hittegolf van de afgelopen periode het niet al gedaan had, dan is het wel de afgelopen twee nachten met de kermis. En hier slapen in de serre waar het toch een beetje benauwd is en de hele tijd beesten in en uit lopen. En mijn man is op vakantie. Dus ja, dat begint zijn tol wel te eisen. Maar vandaag heb ik iets leuks op het programma. Want ik kreeg een appje dat ik deze week kan komen kijken naar het pupje weer. Het nieuwe pupje. En dat ik ook mag gaan kiezen. En mijn man is wel op vakantie, maar ja, dat is zijn probleem. En ik kom vandaag al, want vandaag heb ik een vrije dag. Dus ik dacht, nou, laten we het maar meteen vandaag doen. Dus ik ga zo naar het nieuwe nestje toe. Dan moet ik iets van 3 kwartier op rijden. Dus ik moet op tijd vertrekken. Dus ik heb nog net even de tijd deze ochtend voordat ik moet vertrekken om een klusje te doen. En hetgeen wat in ieder geval voor vandaag op mijn lijstje staat, is het schoonmaken van de dakgoten. Want we hebben een hittegolf, maar je weet als het een tijdje heel erg warm en tropisch is geweest, als er een weersomslag komt, dan komen er onweers en regenbuien en die zijn ook voorspeld. Ze verwachten morgen lokale buien. Nou, dat kan ook niet hier zijn, maar het kan ook wel. En dat kunnen ook van die enorme noodbuien zijn. Dus ik denk, ja, die dakgoten, ik heb er wel van die rollen in liggen en op zich werkt dat ook wel goed. Maar er is ook wel weer heel erg veel van de bomen, van die kleine vliedertjes op de daken gevallen.
Ik moet ze gewoon even checken. Ik heb het gisteren hier van de serre al gedaan. Ik had al een start gemaakt, maar gisteren was ook mijn zwagerjarig. Dus ik ben naar de verjaardag gegaan. Oeh. Zora gooit iets om. Een en al kattenkwaad, die kat. Maar goed, vandaag heb ik het dus. En morgen heb ik mijn allerlaatste les als keramiekjuf. Op het moment dat jullie dit filmpje zien, stel dat je dat meteen dinsdagavond kijkt, hè, want het komt iedere dinsdag op YouTube te staan, dan heb ik mijn laatste les gehad. En dan ben ik een vrije vrouw. Voorlopig. Ja, aan het werk. Ik heb een klein uurtje. Nee, ik heb een dik uur. Een dik uur om in ieder geval de dakgoten al te kijken. Dus laat ik dat gaan doen. Dan naar de pub kijken. En als ik weer terugkom, is het hier weer een en al kermisgeluid. En dan is het misschien ook wel fijn om niks meer te hoeven doen. En lekker te gaan lezen. Waar ik aan het lezen ben, is het op zich niet lekker lezen, dit boek. Dan zie je de bui ook al een beetje hangen. Hè? Als je 50 bent, dan ga je dit soort boeken lezen. Oké. Aan de slag, Chantal. Ik ben bij het terras begonnen. Daar viel het op zich wel mee. Daar zijn niet zoveel hoge bomen die daar omheen staan, die daar van alles ingooien. Maar bij de schuurmensen, oh, daar staan een heleboel hoge bomen. Ook een eikenboom, dus er lagen nog heel veel eikels op. Ik had al snel door dat ik gewoon dat hele dak moest gaan vegen. Eerst met een gewone veger geprobeerd, maar omdat het allemaal zo golft, gaat dat niet zo makkelijk. Dus uiteindelijk ben ik het allemaal met een handvegertje gaan doen. Nou ja, allemaal. Niet allemaal. Uiteindelijk die dag wel allemaal, maar deze ochtend in ieder geval alvast een stukje. Want ik moet op de tijd letten, me nog omkleden. Want ik ben naar de pub. Ik moet natuurlijk naar de pub. Dus ja, Chantal, stoppen. Omkleden. Dit is namelijk veel leuker. Er zijn 5 pubs om uit te kiezen. Eén van deze twee wordt het. En één van die twee wordt het. Maar welke? Ik vond het al heel knap dat ik het tot 2 had gereduceerd. Maar over deze 2 heb ik heel lang getwijfeld. En ze spraken me alle 2 op hele andere manieren aan. De oranje met het oranje bandje, omdat ze gewoon zo ontzettend mooi en koddig en schattig was. Maar degene met het blauwe bandje, die kwam steeds naar me toe. En die was lekker rustig. Dus mijn ogen zeiden eigenlijk het een en mijn hart zei het ander. Dus uiteindelijk ben ik met het hondje met het blauwe bandje nog een hele poos gaan zitten knuffelen. En toen was ik eruit. Deze gaat het worden. Het is de moeilijkste, nou ja, de moeilijkste keuze is een beetje overdreven. Maar het is wel een van de moeilijkste keuzes die ik in de afgelopen tijd had moeten maken. Want ja, het is toch een hondje die de komende 10, 15 jaar bij je blijft. Op zich wil ik wel goed kiezen. Maar ja, moeilijk te zien. Maar kijk nou toch, dit koppie, dit is toch, hoe kun je dit weerstaan? Dit is, ik smelt hiervan, ik kan het niet anders uitleggen. Het is, dit raakt me. We moeten nog 3 weken wachten en dan komt ze. Dus dat gaat eigenlijk al best wel snel. Voor ik het weet, dan is ze in huis. Dus ja, leukere tijden, andere tijden met al dat jong bloed dat rond gaat lopen. En onze nachtrust gaat verstoren. Ik had zo te doen met die moeder ook. Zo'n lief hondje. Echt een ontzettende lieve moederhond. Maar kijk nou, dit is toch niet te doen voor haar. Ze had 7 pups in totaal, waarvan dus 5 teefjes. En ze is ook wel op een punt waarvan ze zegt, nee, laat me met rust af en toe. Ik wil dit niet. Maar de hondjes willen wel. Die komen op haar af als vliegen op de stroop. Ach, gossie. Dat is toch geniet als je dat ziet. Ja, voor nu is het dit. Het kwartier is bijna om. Ik ga er weer een eind aan maken. Ik hoop jullie heel erg graag volgende week weer terug te zien. Doe een duimpje omhoog als je dit leuke filmpjes vindt. Ik doe daar nooit zo aan, maar nu vraag ik het een keer. En dan zie ik jullie heel graag volgende week weer terug. Zie je dan. Dag!